is ook een vriendenclub, een manier van leven. In de zomer gaan we ermee op vakantie een week. Ergens spelen dan. En daar ontmoeten we weer andere blaasorkesten. Ik probeer samen met andere buurtbewoners een inclusieve school op te richten. En dat is een school waar elk kind welkom is en de zorg en onderwijs krijgt die hij of zij nodig heeft. Je werkt aan opdrachten die interactief zijn. En waarin elk kind de opdracht maakt op haar of zijn niveau. Dames en heren, wij zijn Toetes en Bellen en wij zijn speciaal voor jullie hier voor het Freedom Fighters Festival. En we vinden het geweldig om voor jullie te mogen spelen. Fantastisch weer natuurlijk. Dus we gaan gelijk door. Dames en heren, Toetes en Bellen! Dus heel vaak zul je twee leerkrachten in de klas hebben, omdat je kinderen hebt die het gewone curriculum nodig hebben en kinderen die een aangepast curriculum nodig hebben. Het kernpunt van inclusief onderwijs ook is dat je ervan uitgaat dat kinderen vooral van elkaar leren. Het is niet altijd van die leerkracht die zorgt voor de condities. Sinds 1977, special classes, special schools. Don't exist anymore. And this is a tremendous effort to make school like life. So full with diversity and with different people, as we are all different. Soms spelen we up-tempo nummers om publiek aan dansen te krijgen. Maar daartussendoor mag ook wel even een soort moment ter bezinning zitten. And the most inclusive activities are multi-level activities. For example, let's think of a newspaper, class newspaper. There could be someone who writes long articles. And another one who writes the captions underneath. And someone else who not even writes the captions, but do the drawings or even less. But everyone is participating in the newspaper or a drama activity or Olympics games. Or we krijgen van het ministerie alleen fiat om door te gaan als er genoeg mensen zich bij het ouders van kinderen tussen de 2 en de 12 jaar zich bij DUO aanmelden dat ze geïnteresseerd zijn in de school. Dat is nog geen inschrijving, maar alleen maar dat ze geïnteresseerd zijn in de school. En ze kunnen mij vragen hoe dat moet. En dan of met mijn telefoon, dat is 06 22 91 30 35, of via de website inclusiefonderwijs.nl. Een keer op een begrafenis gespeeld, maar ook op feesten en partijen.
an elastic mind, creativity.